Hier overheen. Oh, ze zijn aggressive! Oh wow. My god, Rudy. Oké. Oh nee, ik kan hier niet jumpen. Yo, ik kom achter je aan. 10 uur reizen. Oh, ze hebben volgens mij wel de base movement gebufft van de Argies. Niet waar, ze zijn traag. Maar ze zijn niet mega traag, zeg maar. I don't know, dit is een beetje het gevoel als je hem net getemd hebt. Nee, als je hem net getemd hebt, normaal gesproken is die tering langzaam. Echt gewoon, nee. Ja, het is nog steeds wel iets, maar het is gewoon een beetje jammer, weet je wel. Ja, remember al de uren dat we hem geleveld hebben. Wat? Het is een storm. Damn it. Waar is de storm dan? Ik zie hem niet. Ik weet hem, ik zie hem ook niet. Ik hoor hem alleen. Ik hoor ook alleen de storm, maar... Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Scorched Earth. Wij zijn langzaam een rode drop aan het benaderen. Dit voelt goed. Ik ben er. Bye. Dat duurde wel lang, Rudy. Oeh. Voel je je nu voldaan, zeg maar, na dat half uur vliegen? Ja, best wel. Ik kan niet schieten met mijn pistooltje meer. Dat is echt stom. Ik zie ook geen leuke bliksem meer. Dat vind ik echt jammer. Oh, een chainsaw en een homing rub. Trouwens, er zit echt mega vaak van die homing missiles en die dingen. Rudy, kijk eens even naar de lucht. Ja, de lucht is blauw. En de Teletubbies komen gauw. Maar dit is een storm, man. Wat doen we? Ja, we kunnen nou niet nu de night raid gaan doen, man. Nee, dat kan niet, want het is geen nacht. Haha! Dat ook, maar we kunnen het ook niet doen omdat we gewoon niet genoeg tijd meer hebben. We zijn te laat. We kunnen misschien ook even langs de base van niet Rado gaan, Rudy. Oh ja! Ja, sehr goed. Ja. Volgens mij hebben we dat nog nooit in de video verteld, maar er is een base die zeg maar 100% claimable is. 100%! En op 100. Een of andere manier heeft nog geen enkele andere YouTuber iets geclaimd van hun. Dus wij gaan lekker de gierige Nederlander uithangen. Ja, inderdaad. Maar volgens mij wisten ze het ook gewoon niet, weet je. Hey. We wisten het gewoon niet. Maakt niet uit. Hey, man weer back. Kijk, dit is een hele mooie auto. Hij is wel goed verstopt op zich. Hij is wel gecamoufleerd, ja. Hey. En kijk even hier binnen, in de kist, Rudy. In de kist? Hier zitten al onze spulletjes in voor de night raid. Damn, de night vision. Wacht. Oh, nu kunnen we test of the goggles doen. Oh ja. Dat is inderdaad wel een dingetje. Want dat was even Ja, ze doen stom. Het, ze doen het. Yes, ze doen het. Yeah! Hoe dan? Oh, trouwens, hoe dan? Like... Ja, gewoon dat je ze op moet doen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ze werken, hoor. Anders was al onze resources voor niks geweest. Oh, hey, mooi bril, man. Mooi snor met die bril. Dankjewel. Wacht, doe eens. Doe die bril eens op en kijk eens naar mij. Wacht, oké. Je moet hem opdoen en dan naar mij kijken. Ja, wat? Het is mooi voor de thumbnail. Het ziet er zo stom uit. Oh, dat snorretje ook echt eronder. Druk eens op K, is mooi. Ja, ik zit te kijken nu. Het is echt een heel klein brilletje. Kun je jouw bril zien op K? Ja. Oh, die van mij niet. Jij hebt hard hat. Je hebt ook geen bril, maar je hebt je hide hat gedaan waarschijnlijk. Look at this. Ik heb ook zo'n tering vieze sick, man. Ja, nee, ik die snor. Het is wel mooi. Je bent mijn wederhelft. Wat is een sick zonder snor? Wat is een snor zonder sick? Ik ga hem afdoen, dit kostte veel. Ja, dit kost dingen, hoe heet dat? Ja, het helft inderdaad. Ah, ik vind het zo verwarrend. Wat? Je kan niet echt zien dat er... Hieruit. Oh, nee. Je bent volledig naakt, Rudy. Maar, oké, vooruit. Ik ga toch even snel loeren met Mambia Pig, als je het niet echt vindt. Even loeren? Ik snap het niet. Het stormt. Ik hoor het stormen. De zon schijnt ook. Alleen de zon schijnt en ik zie gewoon geen nauwelijks storm. Het is heel plaatselijk, zeg maar. De storm is heel plaatselijk, ja. Oh, hij is net afgelopen. Ah, hij is over. Ja, hij is open. Wat een korte storm. Oh, ja, deze raid wordt wat Yoast Chan Kawaii Kawaii Sam. Ja, we moeten echt, als we de Jabobo's horen, moeten we meteen naar de raidbase toe. Ja, sowieso. Ik hoop dat Nitrado wat Jabobo's heeft, zodat we ze kunnen lenen. Oké, ik doe mijn armortje uit. Nice. Ja, zal ik mijn arm ook uitdoen dan? Er is alleen geen ruimte meer in de kist. Pas, dan moet je eens even in de Theo doen ofzo. Ah, zo'n schel geluid. Zo kut. Hebben ze altijd wel een metalen deur? I don't know, volgens mij niet. Nee, die hadden ze... Wat? Volgens mij niet. Zit hij op aggressive? Ik weet het niet. Hij staat daar gewoon te chillen. Je bent chillen. Oh, er is nog iets veranderd, Joost. Er is nog iets veranderd. Wat is er veranderd, Rudy? Er staat hier een turret op dit kleine huisje die aanstaat. Die stond eerst uit. Wat? Oh, hebben ze hem aangezet? I think they did. Maakt niet heel veel uit. Dat is een nachtreed, is dat toch allemaal... Ja, oké. Alleen we moeten wel even... Ja, we moeten echt gewoon snel handelen. Oké, let's go. We hebben allebei geen Jaboa bij, dus lekker handig. Preparation. Ja, maar ik denk dat we wel thuis zijn voordat er een nieuwe storm komt. Ik denk het ook wel, ja. Is trouwens Cooked Pork Shop alleen van Theo Kaleo favorite food? Ja, volgens mij wel, maar raw mutton is voor alle carnivoren. Oh, dat werkt hetzelfde als prime meat? Nee, beter zelfs trouwens. Oh, beter dan prime meat? Ja. Het zit echt tussen kibbel en prime in.
Ah, no, oh, mijn stamina. No. Goodbye. No. I didn't pay attention. Ja, they be slow. Ja, maar ik ben ook gewoon gewend dat ze hoeren van stamina hebben. Maar nee, ik heb geen eten bij me. Great. I'm going to die. Er zit hier gewoon een trap. Zit hier een trap. Waarom hebben we dat de vorige keer niet gezien? In huis. Die zal... Oh nee, de vorige keer ging met de Theo's. Ja. Ik kon er natuurlijk niet in. Maar kom, wow, model load. Kom. Holy Woody. Damn, claiming... Oh, die levels zijn wel nice hoor. Zie je nou alles te claimen? I'm sorry. nee. Hey, don't touch him. Don't touch him. Ik heb er één geclaimd. Maar Oh, wat? Ja, er is hier een hele... Ze hebben het in compartimentjes. Ah. I am beneden. Ah, wow. Ik zie hier al mensen liggen van die trado. Hey, Trank Darks, dankjewel. Hi, Bob. Wat een kantine. Ah, ik heb de fabricator aangezet. Aha. Wow, je bent wel evil, jij, man. Ja, trouwens, dit ding hebben wij nog niet. Waarom hebben wij die niet? Joost, ik wil ook een kaart aan de muur. Ik wil een poster. En we moeten wel een keer een poster ophangen, hè? Ja, dan kunnen we beter onze raids plannen en zo. Ik hoeveel koekers hebben. Ja, wat de hel? Ah, ik word geraid. Ik word aangevallen. Ik word gegeerhard. Wat? Wat? Ik autocorrecte. Wat? Wat? Ik zit vast. Ik heb deze headset gekregen, want die had iemand in zijn inventory. Oh, trouwens, Rudy. God fucking damn it! Ik wilde je net helpen. Kijk, ik kijk gewoon toe hoe jij lekker macho een deur aan het slopen bent. En als ik dood ga, dan kom ik er. Hell, oh. Ja, ik heb geen besjes. Ja! Daar ben ik schon wieder. Nou, aan de kant. Nope. Step aside. Oh, jij hebt wel een kettingzaam? Ja, die had hij in zijn inventory. Oh, really? Yeah, wow! Gaan we serieus, gaan we zeg maar dit serieus een soort van reden? Ik bedoel, het is niet meer alsof ze spelen op de server, dus... Nee. Technisch gezien boeit het niet, maar het voelt wel naar. Ik wil gewoon alleen eten. Misschien zit het... Ja, eten is gesponnen. Moeten we even in de koelkast kijken. Er staat een koelkast open, Rudy. Oh, het kan. Ja. Hey, ook echt in metaal. En there we go. Ja, hij is leeg. Goddamn, volgende! Maar het is een lege koelkast. Ik doe al twee tegelijk. Alleen mijn kettingzaag overleeft het niet meer lang. Dat hier is hem. Oké, ik zoek er even een nieuwe tool. Een pike. Hier, een pike. Got him. Ja! Wat zit erin? Spoil het niet. Ah, ik kom. We komen er wel. Klein beetje nog. We krijgen vlees. We kunnen ook gewoon besjes plukken. Like. Nee. Wow! What the fuck? Wat was dat? Wat? Ik schrok me op. Ik ook. What the fuck was dat? Wat is er gebeurd? Het ontploft of zo. Wat? Ja, maar wat is er ontploft? I don't know, het was echt een ding. Ja. De donderklap. Is het weer een elektrische storm of zo? Die linker koelkast ging uit. Of was het dit? Was het... De linker koelkast ging uit en alle de airco's gingen uit. Ja, maar we hebben helemaal niks van stroom gesloopt. Like, dit ding staat hier nog. We hebben een kabeltje gemold. Ja, maar dat is een kabeltje. Ja, nee, die koelkasten waren allemaal gechained op een kabel. En die hebben die kabel kapot gemaakt. Wauw, ik schrok. Ik schrok echt heel hard, dat was echt een knal. Ik begin ook wel honger te krijgen van deze raid. Ik heb wel zin in een lekker tostietje ofzo. Het is best wel stom dat we eens, een soort van aan het slopen zijn met hun eigen tools. Ja. Nogal vernederend. Could we go? We kunnen hierin. Zijn ze boos, though? Heb je iets wat kan schieten? Ik ga het ook trouwens, omdat je me twee keer hebt geraakt met met de pijk. Maar ik heb Trank Darts. Ik heb je niet geraakt. Trouwens, je bent echt fucking lelijk, even tussendoor. Wat is er nou met je snor? Niks. Je snor is dik in orde. Maar moet ik iets schieten of... Dammit! Nee, ik wil niet erin tikken, man. Ik ben echt bijna dood, ouwe. Shit. Don't drop me in, please. I'm a nice guy. No. Joost? Nee. What are your last words, man? We gaan samen... I will take you in with me. Ik neem je mee. In mijn grap, hoe raar lig ik trouwens? What the fuck? Je ligt echt zo raar. I will take you. Oké. Okay. Hey, good job of the morning to you, laddie. I'm back awake. Ik ben weer wakker. Kijk of deze Parasar van de muur kan breken. Oeh, 160 Direwolf, though. Oh, dat is wel heet. We hebben geen Direwolf, toch? We hebben helemaal geen Direwolf, nee. Deze Ankylo is ook wel nice. 177. Ik kan met dit ding niks hitten, Rudy. Dus je loopt, je hit alles. Ja, maar ik kan niet een muur hitten. Als dat je nou aanvalt? Oh. Kunnen we eruit, Tiro? Kunnen we er niet uit, Joost? We zitten vast. We're trapped like a mouse in a mouse trap. Kunnen we niet gewoon een muur breken met die wolven? Nee, wolven doen dat niet. Misschien met de Ankylo. Misschien toch niet. I don't know. Het is raar dat zeg maar een bijl het wel kan, maar... Tanden. Dan moet een Ankylo het kunnen. Zeg maar, of een Doody. Dat zou logisch zijn.
Het zijn eigenlijk een soort van siege. Ik heb altijd even water nodig. Ik ga drinken. Nee, ik heb bashes. Oh, je deed damage. Ja, je doet damage op de dit ding. Ik snap het niet. Waarom kunnen Ankylo's dit niet? Het zou best wel cool zijn als het gewoon echt letterlijk sloopkogels waren. Ja, inderdaad. Beetje jammer. Misschien moet ik dat idee even doorpitchen aan Ark. Van, hey Ark, what laat if? Ons reden. Maar oké, sowieso wel reden met dino's, alleen met T-Rex ofzo. Ja, T-Rex kan hout kapot bijten. Maar verder steen niet. Alleen een giga kan steen bijten. Ja, maar dit is Dobby. Ja, dat kan denk ik ook wel kapot door een T-Rex. Maar het is op zich wel vreemd als je erover nadenkt dat een Ankylo of Doody geen base kan breken. Dit duurt toch langer dan verwacht. Ja, dat is wel. Klein beetje nog, hey. Oh, niet de hele muur valt eruit, jezus. We zijn eruit. Hey, let me regen. Ja, we hadden eigenlijk beter de foundation aan kunnen vallen. What we gotta do? We hebben best wel veel geclaimd, zie ik nu. Ik zie het, ja. Wil je de Direwolf meenemen of de Raptor? I will grab a Direwolf. Ik wil het feit dat we die nog niet hebben. Toch gewoon een game fluiten en gewoon gaan. Let onze Archie staat nog op het dak. Let go, I fly the full J. We hebben maar één Archie geclaimd. Oh, ze zitten in de base, Rudy. Nee! You gotta be kidding me. Hoe zitten ze nou? Hoe kan dat? Zijn ze echt dat kleine gat ingevlogen? Hoe dan? Ja, maar we kunnen er niet op nu. Nee, dat klopt. Hallo Theo. Theo die... die Parezel die zal zijn killen met zijn loopgedrag. Rudy. Ja, dat kan ook, met de deur sneller kapot. Ja, fuck it. Waarom niet? Half uur later. Nee? How could this happen to me? I couldn't think. Wil je die andere arts ook claimen? We hebben niet ruimte of zo. Nee, maar zeg maar voordat iemand anders pakt, I guess. Hey, rode drop. How about that? Speedy. Ik pak Speedy. Die is denk ik snel. Die heeft geen zadel. Ah, maar grab de red drop. Ben zo terug. Terug. Maar ja, laten we ze allemaal claimen. Alle arts, ja? Ja, of de zwakke niet, maar ze nee, zijn allemaal ik heb er één laten staan. Mensen mogen ze wel houden. Oké. En dan de wolven? Of één wolf? Ik heb beide wolven en een raptor mee, blijkbaar. Maar die kun je oppakken, hè, met de RG. Oh! Dude, ik heb een cluster grenade! Oké, wat gaan we dan mee doen? Ja, gooien in een night raid, dat niet kan. Ontploft die? Oh, wow, ik zie je. Oké, ja, laten we terug gaan naar de main base. Ja, I guess. Moet hier naartoe, follow me. Ja, dat kan toch niet, man? Dat kan toch niet overheen met al deze beesten? Ja, til de raptor op, abandon de wolf. Nee, ik wil de wolven hebben, niet de raptor. Ja, maar die wolf is laag, die raptor is hoog. De raptor is 57. Wat? Waarom heb je 14? Dan heb je de slechte raptor meegenomen. Goddammit, man. I can't. Oké, dan pak de wolf maar. Oh nee, ga ik hier wel doorheen passen. Oh. Dit lijkt me wel een mooie baseplek trouwens. Ja? Ja, gewoon hier. Gewoon daartussenin. Ja, echt in die spleet. Maar in principe, de draken zijn nu waardeloos. Dus we kunnen de draken gewoon allemaal wegdoen en dan de archies er neerzetten. Ja. Dus ze gewoon dadelijk even unclaimen, neersteken, hebben we die XP's weer. Dat is denk ik wel een goed plan. De stamina! De stamina, natuurlijk. Hey, Joost, ik droom van een dag waar we gewoon superveel Argentavissen hebben. Dat zou echt mooi zijn. Ja, zou dat een mooie dag zijn? Ja, oh wow, what happened? We hebben superveel Argentavissen, huh? Hey Rudy, deze knijp bird heeft wang. Speedy, maar hij heeft maar 100 speed. What happened? Hij is snel. Yeah, we hebben Direwolves getamed, helemaal zelf, high level. Eindelijk, wow. We hebben trouwens gewoon volledig de deur op laten staan. Sterk. Maar dat maakt niet uit. Tocht. Oh, beide deuren zelfs. Oh, wauw. Ik pak even een Jebedoba voor op mijn nek. Pak even eten. Hey, slet. Voor eten. Oké, Joost, ik zeg, we gaan even de schapenbaby maken. Als we toch bezig zijn. Are you going full sheep? We should go full sheep. Trouwens, even tussendoor, ik ben 2 schapen aan het bezwangeren. Ik weet niet of je het erg vindt, maar, you know. Oh. How? They will probably like it. How even? Nou kijk. Nee, laat maar. Ik ga het niet uitleggen. Is dit mogelijk? Ja. Met 1 schaap, 2 schapen? Hey. Trio, niet kijken. Kom op. Dude. Ik wist niet dat dit mogelijk was. Waarom wist je dat niet? Er zijn toch 2 females en 1 dude met 2 horens? Ja, maar. En bedoel, spreekt voor zich. 2 horens, ja, maar. You know. You only have one peepje, man. Nee, 2 horens. This is how it works in Ark. Ook in het echt, Joost, dat moest je weten. Maar alleen... waarom heb ik dan altijd maar 1 vriendin? Wat? I don't know. Je doet iets verkeerd, man. Ja, hoe heet je andere vriendin, Rudy? Mijn andere vriendin? Noemen ze een meisjesnaam? Okay, Back Bay.
Ja, die. Pak weer Rebek A, Rebek B. Oké, okay, die was best wel goed. Die was best wel goed. Trouwens, het is wel vreemd dat hij nou doet met zeg maar de moeder van zijn kind en zijn kind tegelijkertijd. Here she comes! Oh yeah! Oké, okay, she done. Disable wanderingen. Stop de wanderingen. We got two pregnant baby mamas. Wat? Hou eens E ingedrukt bij dat schaap. Wat? Nee joh. Nee, hier, bij deze, nee. bij deze. Nee joh. Staat links boven. Hij is weg, huh? Wat? Er staat links. Wacht. Huh? Er stond links bovenin. Neuter. Ja, nee, daar staat die links bovenin. Slaughter. Waar is dat? Huh? Ik zie het niet. Hier, hou deze X is vast. Misschien moet je een X vasthouden. Oh, ja, dat is een goeie. Ja, bij mij is het niet. Ja, wat de hel? Is dat Slaughter? Vol rode tekst. Yo, dat is echt duister, man. Dat is echt duister. Waarom is dat een optie? Arik, wat de hel? Maar kan dat ook met deze? I kinda wanna try it though. Ja, ik ook, maar wat? We kunnen ze toch ook gewoon unclaim en dood maken? Wat? Oké. It makes sense, omdat je inderdaad wel... Blije gedachten, Joost. Blije gedachten. We gaan niet over tot dat onmenselijke gedrag. Niet? Ik zoek even mijn slachtwapen, momentje. Oké, Isabella hier. Een zadeltje. En Phineas ook een mooi kek zadeltje. Boom. Is het mooi nu? Yay. Nou kunnen we binnenkort baby's maken. Imprint, baby. Ik heb er eentje, Rudy. Ah, maar één. Honey is de power kwijt. We moeten Honey slachten, denk ik, Joost. Is het zo? Waarom moeten we Honey slachten? Oh my god. Claim. Ik heb er ook één, right? Claim. Ik weet het niet. Ja, fuck. Er kwam er maar één uitvliegen. Ik kan me ook gewoon echt uitvliegen trouwens. Zoals ja, bij mij ook. Okay, yeah. Hibi graas in, Hibi eating wortels. Oh wow, nu vind ik dit echt irritant. Om de food bij te houden, dat middelste. Oh, dat is naar, ik weet niet. Hier, wacht, take some of my wortels. Het valt gewoon niet lekker, zeg maar. Oké. Hey, kijk je aan, oh, so cute. Oh, je kan nu heel makkelijk de muis erop houden en dan op E drukken. Oh, inderdaad. Wow. Oh, dat is chill. Finally. Dat kan ook op jezelf. Ha, dat is nice. Ik kan naar eat my baby. Kijk hoe deze schaap eet. Rebecca! Kijk hoe deze schaap eet. Rebecca B. Rebecca is wel een beetje een schaap. Bah. You ready? Nee, niet nu al. You ready for the slaughter? Niet nu al. Komt ie. Don't throw the grenade, you will kill everything. Komt ie. Ja, oké, daar heb je een punt. You wanna kill a baby, man? You wanna kill a baby? Ik heb ergere dingen op mijn geweten, oké? We kunnen hem gewoon slachten. Oké, doe het. Ik heb eten uit hem gehaald. Go. Nee, ik durf niet. Go. Nee, ik ga het niet doen, man. Kill him. Ik ga het echt niet doen. Kill him. Nee. Doe hem. Ah! Oh my god. Je zag dat bloed van zijn nek afspatten. Ja, er spatte echt bloed uit. Dat is fucking cru. Dat is... Hebben we een pickaxe? Doe het hem. Je ligt gewoon met de axe. Ik krijg niks. Jawel, je moet hem goed raken. Je raakt hem niet. Oh, wauw. Oh, mijn axe is kapot. Wat? Kut, mijn 18 mutten. 18? Oeps. Volgende keer voor science. For science. You monster. Nee, science. Je moeder heeft het gedaan met zijn vader. Of haar vader. En ja. Daar heb je een kind van. Maar dat is vrij logisch, toch? Ja, klopt. Maar de moeder van Rebecca B. had seks met de vader van haarzelf. De vader van Rebecca A. had ook seks. Rebecca A, die kat. Daar kwam ook weer een kind uit. Dus het is zeg maar. Oom en zusje tegelijkertijd? Vraagteken. Maar dan moeten ze binnenkort. Dus. Het kind van de dochter. Nee, dit is het kind van de moeder. We moeten het dan met de vader doen weer. Want het kind van de dochter, die hebben we gedood. Ja, maar dan is dus dit ding wat hier ligt, wordt dan haar oma. Wat? Nee, niet. Dit ding? Dit ding wordt dan haar moeder. Toch, tante? Als zusje. Als zusje. Dit ding kwam uit papa en Honey. Ja. Ja. Nee, dit ding. Dus als dit ding seks Rebecca... heeft met papa en een kind krijgt, dan is dat kind de kleindochter van dit ding. Nee. Kijk, Rebecca is zeg maar de dochter van Honey. Ja. En Novis. Of, ja. of Hans? Ja, wat? Hans. Wat? No, you didn't. Novis. Het is geen vis. Domme. Okay. Je hebt me misleid. Je hebt me om de tuin geleid. Maar Rebecca is de dochter van deze twee. Ja. En Ditte is de dochter
Dat is dochter, toch? Ja, ja, ja. Van deze. Dus in principe zijn het zusjes. Ja, oké. Okay. It's all good. En zeg maar, de bastard son die we hebben geslacht, dat was zeg maar de kleinzoon van Novis. Je weet dat we nu elke mannelijke schaap die vanaf nu geboren wordt Jon Snow gaan noemen, right? Ja. Hij is trouwens Joofy. We hebben trouwens ook geen zwart schaap, dat vind ik wel een beetje jammer. We hadden er eentje, totdat ik hem per ongeluk meenam in een pit vol met aggressive beesten. En toen hij werd opgegeten door een draak. Zo mooi. Ook vooraf, van, hè, wat was dat fluitje? I don't know. En dat schaap hier. En het kan. Oké, what we do next? Wacht op een storm? Ja, I guess. Ik ga kijken, want ik heb een 31% heatstroke. Same. Joost! Ja? You gotta hurry up. We gotta move fast, man. I'm grabbing some stuff. Oh, het is eindelijk tijd, al die voorbereiding. Oké. Well, ready for this. Oké, wacht. Ik heb mijn compound boog, ik heb mijn pike. Wat heb ik nog meer nodig? We gotta go. Memory pick. Oké, dit is zo cool. Hell yeah. Oh mijn god. Night raids all the way. Let's go. Oh, dat beeld is wel kut, joh, met die night vision. We moeten echt opschieten, Rudy. Wil jij me nou aan? Nee, dat was een beest. Oké, ik zie echt geen kut. We moeten echt opschieten. Ja, we moeten echt snel moven. Misschien vast meteen die gate eruit kan, zodat we kunnen vluchten, zeg maar. Ja, dat kan je niet. Hieroverheen. Oh ja, shit. Hieroverheen. Oh, ze zijn aggressive! Oh my god, Rudy. Oké. Okay. Oh nee, ik kan hier niet jumpen. Ik kan hier niet jumpen. Rudy. Oh ja, what the fuck, man. I'm going to die. Ja, me too. Oké. Wauw. What the hell? What the fuck? Dat is gewoon niet leuk. Ik kan ook gewoon niet over die gate in rennen, man. Oké, what we gonna do? I'm in the base, in ieder geval. Met Tia heeft die bug dat hij vanzelf doorloopt. Je moet echt in het midden van de map, trouwens. Nou, dat kan niet. Die bug is helemaal geused. Wat? De turret schieten! Ja, what the fuck? They were on to us! Zeb ons door. Oh mijn god. Dude, ze hebben een fucking windmolen. Hebben ze een windmolen? Nee, wacht, waarom schieten ze dan? Huh? Nee, de turrets moeten uitgaan. Ja, what the hell? Wat is er aan de hand? Maar... Ja, ik ben in ieder geval op de plek, zeg maar. Ik ben op de plek. Ja, nou, het heeft toch geen zin meer? Je bent toch dood? Ik ben gewoon weer in de base. Ik ben allemaal spullen kwijt. Die liggen allemaal nog daar bij die T-Rex. Ja, what the fuck? Oh, we were ready to boom boom, man. Nee, maar waarom deden ze dat? Dat vind ik echt bullshit. Ik snap het ook niet. Het stormt. Alleen de turret schieten. Maar wat is dan de hele nut van die bliksem raid als de dingen niet uitgaan? Ja, ik heb geen fucking idee, man. Echt. De turret staan hier ook gewoon aan. Of daar de storm is over. I don't know. Nee, de storm is echt bij mij nog vol aan het ragen. Nou ja, ik kan nog proberen in te breken als je wil. Ik kan net ook zien, zoals ik hier binnen. Maar toen liep mijn Tia vanzelf. Kon ik niet meer sturen. Dat is lekker handig in een noodsituatie. I'm chopping the ceiling. Ik ga denk ik wel dood door zeg maar alles wat hier boven me staat. Hakken duurt wel heel erg lang. Er zijn echt 10 pego's van mega hoog level. Tila Coleo. Er is gewoon te veel. Echt gewoon, what the fuck. Dat lukt me nooit. Kijk alleen hoe ik het aanpak. Ik denk dat ik een gat in de gate plaats en dan alles naar onderlok of zo. Fuck, hamma. Oh wow, dit wordt tricky. Oké. Ik moet sowieso een escape route maken. Oh, god. Ho. Alright. Right arm kan best wel tanken, gelukkig. I'm gonna boom boom. Wat? Oh, boom boom, Tini. It doesn't boom boom. Why doesn't it boom boom? Oh, what the fuck? Tering. Ja, hondenspel, jezus. Wat? Waarom is het zo buggy? It didn't boom boom en toen verlieste ik opeens al mijn HP, zeg maar. Een soort van lag shot of zo. It did boom boom in the end. It didn't boom boom. Het was echt... De turrets deden opeens in plaats van 5 damage per tik op right arm gewoon zeg maar 100. Ik weet niet wat er aan de hand is, oké. Okay. Waarom werkt die bliksemstorm niet op turrets? Ik heb geen fucking idee. They tried so hard. But didn't come so far. In the end it doesn't even matter. Hey! Ik baal, Rudy. Dat we ik ook. Die T-Rexes daar lagen. Of waren en ik gewoon niet gewoon instant werd opgegeten door al die T-Rexes die daar waren. Er is en zeg maar. Ja, er is zeg maar te veel veranderd tussen onze scout missie en de echte raid. Ja, maar volgens mij hebben ze gewoon die aflevering gezien en dachten ze bij mezelf van oh laten we het gewoon nog even iets moeilijker voor ze maken. Hoor je dat geluid? Ja, ik hoor het geluid. Ja, ik denk wel dat het iets meer dan iets moeilijker is. Even, ik had echt alle voorbereidingen voor Ghillie suit armor en shit en die night vision goggles. Ja, die riot, ja.
Theo is dood, al mijn armor, alles is weg. Kijk, hier, ik heb hier mijn manbear pack kunnen parkeren. Dit is zeg maar het enige plekje waar de turrets niet schieten. Maar je moet wel oppassen trouwens. Oh ja, ik zie hem. Hij is half dood. Hij is half dood. Ik heb hier dus een C4 detonator. Ik wilde die gate hier recht voor me opblazen, maar it didn't work. Oké, maar wat wil je nu doen aan? Ik heb geen idee. Ik denk dat het een soort van suicide missie is. Zullen we alsnog de gate de base ingaan of... Ja, kijk, ik heb hier dus één ceiling zo goed als kapot. Je hebt kapot kunnen hakken met mijn hatchet. Je heeft nog 2 hits nodig of 3, alleen... Een ei. Wat is dat? Een micro-raptor ei. Ah, oké, die heb ik nog nooit gezien. Ik ook niet. Maar ja, mijn plan was dus om dit kapot te maken. En die gate dus ook. En dan met de member pack die dingen allemaal van de rand af loodsen. En dan naar binnen te gaan. Maar ja... Ik neig nu om zeg maar gewoon dit eronder uit te blazen, die pillar. Maar ik weet niet of dat echt iets gaat laten instorten. Nee, denk ik niet. Ik heb wel een gek idee. We could try. Ik heb een gek idee. Oké, zeg maar. We maken die gate daar open. Ik of jij aggro alle micro-raptors en dingen. En rent er gewoon vandoor met member pick. Die gaat gewoon de base uit sprinten en neemt alles met zich mee. En de andere gaat base. Oké, maar kan ik dan niet beter zeg maar even de C4 hierop? Oh nee, dan kunnen we de gate niet door. Nee, we hebben maar één C4. Je moet de C4 gebruiken voor de gate. En dan je hakt dit ding open. Ik hak hem open. Ik run. En aggro alles met me mee met member pack. En ik bail en dan hopen dat alles mij volgt. Jij moet echt op een hele grote afstand staan. Ik weet niet waar jij gaat staan, maar je moet op een afstand staan dat ze niet boos op je worden. Oké, er is wel één probleem. Ja. En dat is dat de turrets me wel heel even kunnen raken. Terwijl ik heb hier volgens mij nog wel sleeping bags liggen, maar ze kunnen me een paar keer hitten. En net had ik zo'n turret bug dat ik echt teringhard dood ging in één keer, for no reason. Ja, het is een beetje gek, maar je moet eventjes, die deur moet sowieso weg. Die deur daarvoor. Oké, wacht. Wow. Heb je hem geplaatst? Rechtermuisknop is detonator, toch? Links is gooien. Ik heb geen idee, Rudy. No clue. Ja, maar wat is er met die warnings? Ze staan niet op 4 seconden! You died. I died. Ik kon hem niet gooien, man. Oh. Ik ben ook dood. Klopt dus. Nou, laatste poging, denk ik. En dan gaat member... Oh. Oh, wow. Allemaal likey. Misschien in mijn body dan? Je kijkt naar mijn body. Ja, dat dacht ik ook. Die heb ik wel Oh, wacht, er ligt nog een body. Ja, Jezus. Mijn body lag daar. Nee, maar er liggen zeg maar 2 bodies van mij. Laatste poging, even kijken. Wat vond je van mijn plan? Vond je mijn plan niet goed? Ja, maar we kunnen de C4 niet gebruiken. Dat is zeg maar. Geef mij die C4 eens. Oké, I'm gonna try. Don't die. Er zit er wel één in, toch? Als je hem gooit, dan kan je hem toch weer oppakken? Ik bedoel, je hebt de C4 charge in je hand. Ja, volgens mij wel, maar je hebt geen tijd om op te pakken. Don't die, Joost. Don't die. Nou, we hebben nog wel die sleeping bags. I throw it. Het ligt bij de gate, Rudy. Oké, nou blaas hem op. Wat? Ja, het doet het niet, hè? What the fuck? Oh, nou, ik heb de pillar bijna kapot. Ik weet niet of het echt gaat helpen, man. Did it work? Blup! Remove one CV chart. Het stond er. Remove one CV chart. Ja, maar wat de... wat de hel? Wow! Oké, you did it. Ben je dood? Ben je dood? Nee. Waarom nu wel? What the fuck? Oké, wat hebben ze gedaan met die update? Ik weet het niet, ouwe. Het is echt een kut update, of niet? I guess, maar Jesus. De muur is kapot. Oh. Ik ga nu deze ceiling hakken, oké? Die ceiling die is echt... Wait. Ga nou in het hoekje staan, Rudy. Oké, doe het. Ik hak hem, ik member pick en bail hem eruit, oké? Oké, doe het. Oké, en nog één hit. Doe het! Go! Hey, je hebt iets gesloopt, er ligt een tasje. Oh. I'm going, Rudy, I'm going. Oh, but they be wild. Kom eens achter me aan. Nee, maar ren maar, want anders ga je dood. Ik ben aan het gaan. Gotta go fast. Ik ben in ieder geval weg. Ik leef nog, Rudy. Ik ben beneden. Dan zit hier een Tia helemaal te trippen, oké. Oh, ik word aangevallen door Capricutius. No! Ik wil de Capricutius. Zet hem op whistle neutral ofzo. Of ga dat? Ik zie wel de indicator, zeg maar. I'm alive. Okay. Pico, oh, dat is de Pico Mustax. Kill hem! Nee! Man. Nee! Joost killer! Kijk Joost killer! Dat is fucking goud. Nee, maar nog gaat de member pick dood. Oh nee, hij vecht. Hij vecht. Ik span op de sleeping bags. Maar ik moet wel een minuut wachten. Fucking Joost killer. Joost killer, you're kidding me? Maar het is maar gelukt. Hoeveel HP heeft die Pego, by the way? Ik zie dit 170 damage van hem afgaan, maar hij gaat niet dood. Oh, we hebben de chemistry bench gesloopt van hem.
Ga er gewoon in met die grappling hook in dat gat en see what will happen. Ja, maar tegen de tijd dat ik bij de gat ben, komt alles naar mij toe, zeg maar. Maar waarom is niet alles meteen naar mij toe gerend dan? Ik denk dat de Tio Kaleo het gat blokkeerde. Ja, maar... Oké, okay, you wanna see the fail? Hang on, ik span op de sleeping bag en ik lok alles weer mee, oké? Okay? Oké, okay, kijk of je dan een member pick kan... Ah, we hebben eigenlijk een parachute nodig of zo. Ja, oké. Okay. Moeten we even onthouden voor de volgende keer dat we parachutes mee moeten nemen. Pas op. Huh? Oh, wat? Turret. Nee, joh. Nee, er zit een turret. Maar, oh, wacht, loot dat tasje. Het is pittig safe. Het is alleen maar, oké, heel veel, heel veel shit in. En gunpowder, zo? Ja, gunpowder ook, maar ook heel veel sparkpowder en sulfur en gasoline. So I would be taking that. Maar je gaat me nou echt vertellen dat ik hier niet naar binnen kan. Jawel, ja, er is een turret. Ja, maar dat... Ja. Ja, maar dan moet ik onder de catwalk blijven. Probeer te grappelen op de Auw. Goed in! Ah! Pike! I'm a kill him! Ik heb gasoline gerobbed. Ze heeft mijn specimen implant. Mijn identiteit is gestolen. Waar de fuck is de... Oh mijn god. Oh, hoeveel pego's! No. Oh, kan ze nu allemaal naar beneden, really? Maar hoeveel HP hebben deze fucking dingen, man? Dit is echt gebreed voor oorlog. Ugh. Oh ja, I'm a die. I died. This fucking game. Maar joh, wel zo'n perfect plan. Maar Ark, you're breaking my balls. You're breaking my balls. Ja ook, maar kijk, zeg maar. Onze strategie was gebaseerd op. De storm. Zeg maar, raid. Fuck, hoe noem je dat? Game elementen die in een raid, zeg maar. Ja, de storm. Ja, onze raid was bestemd met game mechanics. Game mechanics. Storm werkt niet, Rudy. Storm deed geen fuck. Oké, Joost, ik denk dat we er maar mee op moeten houden. Wel. Het gaat overduidelijk geen succes meer boeken. Wie zijn deze honden van Wyvern Riders en waarom kunnen we niet gewoon een beest reden? Oh, Rudy? No. Oké, ik ga spannen op de sleeping bag, Rudy. Oopsie daisy. Oh, ik leef nog wat. Ik span op de sleeping bag, Rudy. Oké, ik leef nog somehow. Oh my fucking god, dat zijn 600! I'm running, I'm going to die. Ik ben uit de lucht gesniped. Kept you chill, poop. Trouwens, ik heb member pick. Ik had de member pick. Oh, heb je hem serieus? Ja, ik heb 28. Ik ben helemaal ondergesprongen, zeg maar. Rudy, in mijn. Ik sprong naar beneden. Want ik wilde in het water springen en ik ben gewoon uit de lucht geturret. Uit de lucht gesniped. Ik zie het hier ook gewoon. Het is wel echt een perfecte jump, zeg maar. Wat is die damage? Met een fucking member pick, ja. Want zonder gaat het echt niet werken. Oh, hun Tila Coleo staat hier. Ja, die heb ik meegelokt, toch? Ik heb heel wat shit meegelokt. Oh, nee, Pulovia, wat? Ik heb... Oh, nee, dit is... Oké, ik ga even wraak nemen, man. Wat? Even die wraak op hun fucking Pegomastax. Ik ga hem echt niet dood krijgen. Oh, wow, ik denk dat ze mij kunnen killen. Oké, één is al down. Hey, ze hebben mijn riot gear. What the fuck? Nee, we gaan naar base. Oh, we zijn zoveel kwijtgeraakt met deze raid, Rudy. Die night vision, zo jammer. Ja, weet je hoe duur die night vision was? En dat was zo cool. Het was echt heel cool. Ja, dat was echt vet om de raid mee te beginnen. Ja, het was zoveel vertrouwen. Het zag er zo dope uit. Toen werd we gebuttfucked door fucking turrets en T-rexen. Door gebrekkige arc mechanics en T-rexen. Fuck man, het was zo doordacht. Het was... Ah. Fuck you, Wyvern Riders. We komen nog een keer terug. Fuck you, Wyvern Riders. En fuck you, Ark. In ieder geval, thanks voor het kijken. Ik ren terug naar base. En ik zie jullie in de volgende... Oh mijn god, daar gaat mijn microfoon. Volgende aflevering van Ark Scorched Earth. Speta. Wat?